De regering moet zeer voorzichtig zijn met het aangaan van leningen, omdat dit schadelijke economische effecten kan hebben. Woorden van de voorzitter van de bankiersvereniging, Jim Boussaid. Volgens hem ligt er een groot vraagstuk op het gebied van de overheidsconsumptie. Deze moet namelijk omlaag en dat vereist ingrijpende maatregelen op het gebied van de belastinginning en de overheidsuitgaven. Er ligt daar een heel serieus vraagstuk dat niet binnen 1 jaar opgelost kan worden, zegt Boussaid. Een mogelijke oplossing ligt volgens hem in het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak dat veel breder zal zijn dan een politiek draagvlak. Ik denk dat daarom de regering heel nadrukkelijk moet zoeken naar dialoog met de sociale partners, vakbeweging, het bedrijfsleven, het sociaal contract van de president. Daar moet echt invulling aan gegeven worden, want anders lopen we als land vast. Er is breed draagvlak nodig voor aanpassingsmaatregelen, anders kom je er niet. Dus we praten over best een gevaarlijke situatie die we realistisch onder ogen moeten zien. En eigenlijk ook moeten beschouwen ondanks van allerlei politieke belemmeringen die we hebben. Het gaat nu om het belang van Suriname en dat moet vooropgesteld worden. Boussaid zegt verder dat het uitwerken van een fiscaal pakket gepaard zal gaan met het verdelen van pijn. Mensen die meer verdienen, zullen ook meer moeten uitgeven. Hij brengt in herinnering dat 15 jaar geleden er ook een solidariteitsheffing was. Het verschil met nu is dat er toen een duidelijk saneringsplan was, hetgeen nu volledig ontbreekt. Hetgeen Boussaid wel zorgelijk vindt. Op de vraag of investeerders nog geïnteresseerd zijn in Suriname, zegt Boussaid dat we daarover geen dromen moeten hebben. Investeerders zijn zakelijk. En investeerders die kijken naar een gezonde macro-economische omgeving waar ze kunnen plannen en winst kunnen maken. Ik zeg, laten we die macro-economische omgeving saneren. Laten we incentives voor hun ook creëren. Laten we een goede one-stop agency opzetten. Investuur, een nieuwe goede investeringswet. Je moet de condities creëren. Ik merk dat er heel veel gedroomd wordt. Investeerders zijn vreselijk zakelijke mensen die gewoon zakelijk calculeren. Jij moet de condities creëren dat hun calculaties zodanig zijn dat jij een preferred partner bent, een preferred land bent om te investeren. Want ik hoor allerlei verhalen van voedselschuur van het Caribisch gebied. Maar er wordt zoveel gedroomd. Voedselschuur worden doe je niet zomaar. Je gaat beleid moeten voeren, incentive. En met de juiste partijen, weet je, we hebben in Suriname FAI, hè, dat bakoverbedrijf, kennen mensen goed. Die mannen willen veel investeren, willen echt invulling gaan geven. Maar weet je, er wordt te weinig met ze gecommuniceerd om te zeggen, als jij dit doet, kan je die en die stimuleringen van ons krijgen. Jim Boussaid, hij benadrukt dat de overheid slecht is in het ondernemen en daarom met de private sector in zee moet gaan. Hij ondersteunt het beleid van het privatiseren van ondernemingen. Volgens hem wordt de Hakeringbank geprivatiseerd en daar is hij blij om. Dit zal de bank namelijk in staat stellen om meer dingen te doen, lokaal en in het buitenland. De uitvoering hiervan ligt echter aan de uitvoeringscapaciteit van de overheid, die volgens Boussaid heel erg laag is. Hij benadrukt tenslotte dat het politiek belang nu plaats moet maken voor het landsbelang.